ingeschreven gaat worden in Ahoy. De dagdienst en de avonddienst. Wij zullen de werkgevers vragen dat we dat ook afgelopen maandag gedaan hebben. Tijdens ons pensioenseminar, waar de kaderleden van ons en de werkgevers bij elkaar waren. Werkgevers krijgen een brief. Als zij achter onze standpunten gaan staan, dan zullen wij de dagdienst en de avonddienst op minimale bezetting laten doordraaien. Omdat wij nog veel meer dagen nodig hebben om een eerlijke AOW voor elkaar te gaan krijgen. Dus iedereen komt aan de beurt. Maar als de werkgevers niet achter onze eisen willen gaan staan, of niet zeg maar mee willen werken aan minimale bezetting, dan zullen wij de mensen die ze willen staken, die zullen wij gaan beschermen, die gaan we ook in staking halen. En die halen we ook naar de Ahoy. Ja? Vanaf de Ahoy gaan wij met andere sectoren, gaan wij naar Den Haag. Dat doen wij met 66 km per uur. En 65 wordt hier geroepen. Kan ook. Maar we gaan daar naartoe. We geven daar onze boodschap af. En we gaan daarna weer terug naar Ahoy. Wij hebben een lange weg te gaan. Maar we hebben ook plannen. Een van de plannen is... Ben je klaar of niet? Nee. Oké. We hebben plannen. Een van de plannen is dat wij gezegd hebben, de ploegendiensttoeslag, de belasting erover, die moet eraf. Dat is bij ons boodschap, want dat is namelijk voor ons van groot belang om op die manier een AOW op te kunnen bouwen die eerder gaat als de nationale AOW, wat ongeveer 6 jaar. En nooit langer. Precies, ik heb het nog maar een keer gezegd. En met dat geld, met die belastingvoordeel die we dan zouden gaan krijgen, die we dik verdienen, kunnen wij onze vervroeging gaan organiseren. Dat gaan wij zeker doen. En nogmaals, dan kunnen we zeggen, ja, maar de fiscale regelgeving is anders. Dat klopt. Maar wij hebben altijd gezegd, als de regels de werknemers die we beschermen, dan moeten de werknemers de regels gaan veranderen. En dat kan. De meest simpele regel die je kan veranderen, dat is dat in Nederland, wat een belastingparadijs is, waar U2, de Rolling Stones, op de Zuidas gevestigd zijn. En dat de Nederlandse fiscale wetgever zegt, als je een levende kamerplant in je kantoor hebt, dan heb je het recht voor de belastingvoordeel. Hoe gek kunnen wij het bedenken? Ja. Heel goed. En daarom gaan wij op 17 maart, om 10:15, gaan wij in staking. En wij zullen de boodschap door laten klinken dat als 's ochtends om 7 uur de signaals aangaan, dan staan die havenwerkers in staking op tv en op de radio. En wij dagen heel Nederland uit, alle sectoren, om de volgende keer volmondig zijn net zo lang door te gaan met actievoeren dat het nodig is. Ook richting de politiek, ook richting de werkgevers en ook richting onze eigen vakbeweging. Nogmaals, het is het einde, maar nogmaals, excuus voor hoe het gegaan is. We gaan het uitzoeken, we komen daar zeker op terug. Ik snap jullie frustratie. Ik ben ook gefrustreerd, want ik had hier liever gestaan met 700 man. Die hier al allemaal met de trots en zonder de pest in de lijf. Het waren 1000, vind ik ook goed. Maar zonder de pest in de lijf naar huis te gaan. Jongens, zet hem op.